Edward Sturing, een ras-echte Vitessenaar. Kook jij van woede of is het vooral berusting nu toch al en ontgoocheling? Nee, het is meer koken van woede, moet ik je eerlijk zeggen. Wat je al zegt, ras-echte Vitessenaar. En dan, als je dit dan ziet, dan doet mij dat. Ik ben ook ik ben ook een supporter van deze club. Alleen ik heb wat meer invloed. Alleen ik ben hier echt doodziek van. En ik denk dat we ons als Vitesse zijnde, wat we vanavond hebben laten zien, moeten we ons kapot schamen. Echt. Dat is klip en klaar, duidelijke taal. Ja, ik kan er niks anders van maken. We kunnen over voetballen gaan praten, we kunnen over tactiek gaan praten, we kunnen over uitvoering gaan praten. Maar als je het niet voor elkaar krijgt om met het eerste elftal van Vitesse, en we hebben helemaal niet veel gewisseld, het elftal stond er gewoon, niet van een hoofdklasse amateurs kan winnen, met alle respect, want hun hebben het uitstekend naar hun mogelijkheden gedaan. Maar als je het niet voor elkaar krijgt om zo'n wedstrijd te winnen, ja, dan moet je echt kapot schamen. Er is ook geen enkel excuus natuurlijk. Oké, je speelt op vervelend kunstgras misschien. Publiek zit er dicht op, midden in een woonwijk. Vitesse is dat niet gewend, maar telt allemaal niet natuurlijk. Ik wil die hele excuses niet horen. Ik vind het echt belachelijke excuses. Daar moet ook niemand mee aankomen, want dan pak ik hem. Dat zijn geen excuses. Als je tegen een hoofdklasse amateurs gaat zeuren dat er een kunstgrasveld niet goed is, of weet ik veel, en je verschuilt je daarachter omdat je een wedstrijd tegen een hoofdklasse amateurs niet wint, nee, daar moet je niet mee aankomen. Nee. Is dit een gitzwarte avond? Ja, dit is een gitzwarte avond. Voor mij zeker. Ik vind het echt. En ik denk voor heel veel mensen die Vitesse aanhangen zijn, is dit een gitzwarte avond. En dat zo kort, een paar maanden eigenlijk maar na die geweldige bekeroverwinning in de Kuip. Ja, en een week na een fantastische wedstrijd tegen Lazio Roma. Dus je ziet dat het elftal veel kan. Maar dat het ook op bepaalde momenten heel weinig kan. En dat hebben we vanavond weer gezien. En iedereen moet gewoon heel hard werken in onze selectie. Elke wedstrijd weer. En vanavond is dat, dan blijkt het, als je dat niet optimaal doet. Als je niet optimaal de focus hebt in zo'n wedstrijd. Al is dat tegen een amateurvereniging. Dan zie je hoe hard je kan vallen met een elftal. Wij hebben en die lopen er heel weinig in Nederland. Er zijn hier geen spelers die op hun kwaliteiten alleen maar wedstrijden kunnen beslissen. Dus je moet gewoon als team heel hard werken elke wedstrijd om een niveau te halen. En als je een wedstrijd zo speelt zoals vanavond. Ja, dan verdien je ook helemaal niks en dan dwing je ook helemaal niks af. Want de focus was ook niet optimaal. Nee, want anders hadden we wel meer gezien vanavond. Dus ongelooflijk veel kansen toch nog wel gekregen. Ja. Voor een leeg doel ook, Linssen bijvoorbeeld. Ja, dus dat betekent dat de focus er niet is. Anders schiet je zulke ballen binnen. Duidelijk aan het begin van de wedstrijd ook aangegeven van niet alleen scherp aan de wedstrijd beginnen. Maar met name in dit soort wedstrijden, weet ik uit ervaring, moet je ook heel scherp voor de goal zijn in het begin. Want als je de eerste en de tweede kans gelijk binnenschiet, dan wordt het een totaal andere wedstrijd. En toen dat niet gebeurde, na 20, 25 minuten hebben we die paar kansen gehad en het was niet gebeurd. Dan weet je dat het een ander soort wedstrijd gaat worden. En dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden. Dat de tegenstander hoop gaat krijgen, het publiek gaat erachter staan. Dat laat je zelf gebeuren en dat hebben we laten gebeuren. In het voetbal gaat het altijd snel weer door. Zondag Ajax uit. Kun je dit snel wegstoppen of blijft dit lang hangen? Ja, daar moeten we alles aan doen. De volgende wedstrijd is weer heel erg belangrijk natuurlijk, Ajax. Maar dit is niet een wedstrijd dat je even gaat zeggen, nou jammer, we gaan slapen vanavond met z'n allen. En dit gaat dan wel even in je hoofd zitten. Tenminste, ik heb het wel. Ik ben hier wel doodziek van deze wedstrijd, ja. Ja, over ziek gesproken. Jouw collega Henk is ziek. Heb je al contact met hem gehad? Nog niet. Daar heb ik nog geen tijd voor gehad eigenlijk. Dus dat zal straks komen. Ik denk niet dat hij er veel frisser van wordt, van dit resultaat. Ouderwetse straftraining morgen? Of is dat niet meer van deze tijd? Nee, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Weet ik. Wat zit in jouw hoofd? In mijn hoofd zit eigenlijk nog niks. Helemaal niks. Ik heb zelf ook nog even, we hebben het even nagesproken met de trainers. Even rustig bij elkaar. En we moeten denk ik eerst even nu uit de emotie. En dan kijken wat het verder gaat doen.